leuke eindelijk van Naked gekregen. Die is met die kaas van vorige keer al echt heel lekker. En hier zit allemaal skincare in. Heerlijk wakker geworden in ons landalhuisje. Het is vandaag dinsdag en ik zie er echt niet uit. Ik ben echt net wakker. Het is 12 uur. Er waren twee vriendinnen van Dagmar blijven slapen. Dus daar hebben we lekker mee ontbeten. En Dagmar en één vriendin die zitten nu aan school in de woonkamer. En de ander is naar huis. Ik heb natuurlijk geen school, maar ik ga er wel lekker bij zitten met mijn laptop. Ga ik eventjes aan de website werken. En vanavond komen Lynn en Stace langs. Eigenlijk zouden die overdag komen. Maar dat werd een beetje te druk, anders in huis te veel mensen. En de avondklok is weg, dus die komen vanavond naar het eten. Nog voor mijn verjaardag, dus daar heb ik ook heel erg veel zin in. Ik heb echt een heel simpel outfitje aan. Ik heb deze trui aan van Colorful Rebel. Ik heb daar een kortingscode van. Met Fleur Nijbakker, of nee, Fleur 15 krijg je 15% korting. Als de code het nog doet, zal ik het eventjes in de beschrijving zetten. En deze broek van Lounge. Alleen, hij was dus veel langer. En ik heb hem geknipt. Maar hij is nu weer te kort. Maar ja, het zit wel gewoon eventjes chill en lekker. Ik ga straks pas douchen, dus dan doe ik eventjes een ander outfitje aan als die meiden vanavond komen. Dus ja, ik heb hier nog steeds een pukkel. Maar ik wil er gewoon niet aan zitten dat hij gewoon vanzelf weggaat. Want ik krijg hier een wondje en het zit er ook weer 2 weken. Ik heb gisteren ook allemaal nieuwe skincare producten besteld. Dus dat komt morgen binnen als het goed is. Ik heb een lekker joggingspak besteld bij de H&M. Dus die komt vandaag binnen. Dus helemaal zin in. Dus ja, ik ga eventjes lekker aan de website zitten. In de woonkamer bij die meiden erbij. En verder voor vandaag heb ik eigenlijk niet echt een planning. Ik heb de hele dag eigenlijk niks gedaan. Of nou, niet niks. Ik heb heel erg aan Fiora gezeten, aan de website. Vanavond komen de Modern Friends Less Than Lovers hoodie weer online. Wacht, ik kan de website wel even laten zien hoe die er nu uitziet. Dat is misschien wel leuk. Ik heb namelijk ook nieuwe thank you kaartjes gemaakt. Ook helemaal leuk. Maar dit is dan nu de website als je erop komt. Hier heb ik een soort collage gemaakt met allemaal foto's. Kan je hier per categorie shoppen. Hier heb je bijvoorbeeld de outfit van Nola. De trui die ze hier aan heeft. En ik heb eindelijk gevonden door Francesca hoe ik dit kon toevoegen. Dat je zeg maar naar Instagram gestuurd wordt. Naar de echte foto zeg maar. Dat wilde ik heel graag. Ja, deze. Dat vond ik heel erg leuk, dat wilde ik heel graag. Dus dat is nu ook eindelijk gelukt. Dus ik ben best wel lekker bezig geweest, een beetje voor de website en zo vandaag. Dus dat. Er is een H&M pakketje binnengekomen. Want ik had er echt een mega lekker joggingspak besteld. Althans, ik hoop dat die lekker is. En het is echt heel snel binnen, want ik heb het zondag besteld. En het is vandaag dinsdag. Het is echt een hele mooie sage green kleur. En ik ga eventjes douchen, dus dan kan ik gelijk lekker dit pak aantrekken. Het is dus gewoon een joggingspak. De broek heb ik in een maatje XS, want er stond op de site dat hij heel groot viel. Dus ik heb gewoon mijn eigen maat genomen. Normaal neem ik van joggingsbroek altijd een maatje groter, dat hij een beetje oversized valt. Maar omdat deze al groot viel, heb ik hem gewoon in een XS. En heb ik ook een trui erbij. En je had van beide ook nog heel veel andere kleuren. Het was maar 15 euro volgens mij per stuk. En dit is gewoon een hele simpele sweater. En deze heb ik ook in een XS. Omdat er ook weer staat dat hij heel erg oversized viel. Dus ja, ik hoop dat hij leuk staat. Dus ik ga even lekker douchen. Ik ga niet mijn haar wassen, want dat heb ik gisteravond al gedaan. Maar wel even lekker gewoon even douchen. Daar heb ik echt even zin in. En dan ga ik daar lekker vlogs kijken van iedereen. Want iedereen's vlog is vandaag weer online gekomen. Dus ga ik dat kijken. Kijk, ik heb het pak nu aangetrokken. Even lekker naar het douchen. Het broek had op zich wel een maatje groter gemogen. Maar ik heb het kaartje er al afgehaald. Maar die had ik denk ik toch wel in een S genomen. Misschien dat hij nog iets groter was. Maar de trui zit op zich wel prima. Die is nog best wel groot voor een XS. Dus lekker chill huispakje erbij. Het is woensdagochtend. En ik loop nu naar het huis van Mila's moeder toe. Omdat mijn scooter daar staat. Want door de sneeuw had ik hem daar neergezet. Omdat hij daar soort van overdek staat. En ja, ik ging met de scooter toch niet in de sneeuw rijden. Dus ik ben nu daar naartoe aan het lopen vanaf mijn eigen huis. Om die scooter te halen. En dan ga ik naar mijn vader toe rijden. Om allemaal Fiora pakketjes in te pakken. Zo buiten adem. Ik heb mijn haar even in de staart gedaan. Het ziet er echt niet uit. Maar ik had echt zo gezien om mijn haar vandaag te doen. Want ik ga vanavond ook weer sporten. Dus ik dacht, ja, ik kan het nu wel gaan wassen. Maar dat heeft toch geen zin. Dus ik ben bijna bij Mieuwse moeder. Eindelijk. En dan scooter pakken en dan richting mijn vader om pakketjes in te pakken. Ik heb alle pakketten heb ik ingepakt. En dat ga ik zo meteen eventjes naar het postkantoor brengen. Maar ik moet echt even nieuwe zakken bestellen. En nieuwe sieraden zakjes. Want die zijn op eigenlijk. Ik heb er allebei nog maar eentje.
En die sieradenzakjes duren best wel lang voordat die binnenkomen. 2 weken of zo. Maar ik heb gisteren ook allemaal nieuwe sieraden besteld. Dus ik moet eventjes wachten dan denk ik met dat erop te zetten. Want anders heb ik geen mooie zakjes om die in te verzenden. En dat vind ik wel het leukst. Maar goed, ik ga nu eventjes dit naar het postkantoor brengen. En dan ga ik weer met de scooter naar huis toe. En dan moet ik eventjes een foto maken voor Xenos. Ik moet een foto maken voor Lounge. En verder is dat wel een beetje wat ik soort van verplicht moet doen vandaag. Het is donderdag vandaag en ik weet niet of je het hoort, maar de buurman is weer piano aan het spelen. En ik heb zoveel last van mijn rug. Gisteravond ben ik bezig sporten en ik werd vanmorgen wakker met echt heel erg veel pijn in mijn rug. En dan, zeg maar, als je hier zo je ruggenmerg hebt, zit het hier echt in het midden ernaast. Dus ik weet echt niet wat het is. Soms heb ik wel eens pijn aan mijn onderrug, maar dat heb ik wel vaker. Maar dit heb ik echt nog nooit gehad en doet echt heel erg veel pijn. Ik moet ook eigenlijk echt mijn haar wassen vandaag, want het is heel erg vet. Maar ik ga morgen een weekendje weg met die meiden. Dus dan wil ik eigenlijk daar het hele weekend mijn haar niet wassen. Dus ik dacht, ik stel het wassen zo lang mogelijk uit. Dus ik ga vanavond of morgenochtend mijn haar wassen. Dus ik heb er nu eventjes een staart in gedaan. Lindsay en Stacey komen zo deze kant op. Die komen nog eventjes langs voor mijn verjaardag. En dan als zij weer weg zijn, ga ik naar mijn vader. Ga ik weer even pakketjes inpakken. En ik moet daar eventjes wat dingen meenemen, want er liggen daar nog wat dingen die ik nodig heb. Ik heb weer deze trui aan vandaag. Van Colorful Rebel. En dan heb ik hem hieronder zeg maar vastgemaakt. Met deze broek van Olivia en Kate. En ik kreeg heel veel vragen in mijn DM. Welke maat ik hiervan heb. En hoe lang en zo. Nou, ik ben 1,60. En met schoenen aan is deze echt perfect. En ik heb hem in een maat 36. En dan heb ik bovenop gewoon wat ruimte over. Dus ja, ik ben echt heel erg blij met deze broek. Ik zal er wel eventjes een linkje van in de beschrijving zetten. Maar goed, vandaag wordt dus niet een hele spannende dag. Wel gezegd dat Lynn steeds even komen. En dan gaan we ook Temptation kijken. Daar heb ik echt heel erg veel zin in. Want dit is volgens mij alweer de laatste aflevering. Dat Eva en Kevin elkaar gaan zien. En Marco en Denise. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik zal geen spoilers geven. Dus ja, ik ga eventjes wachten tot die meiden er zijn. En ik moet vandaag ook even mijn tas in gaan pakken voor het weekendje weg. Allemaal spullen verzamelen en zo. Dus dat kan ik ook wel eventjes filmen. Dat is misschien ook wel leuk. Want deze weekvlog is tot nu toe nog niet heel erg boeiend volgens mij. Maar ik heb ook letterlijk iedere dag gewoon niks gedaan. Ik ben iedere dag gewoon binnengebleven hier. Of pakketjes ingepakt en dat was het. Dus ja. Lynn en Stacey zijn net weg en ze hadden echt super lief een taart voor me laten maken voor mijn verjaardag. Ook bij Zusterliefde, waar ook mijn ouders die taart hadden opgehaald van de week. Hij was echt heel erg lekker. En ik heb echt nog steeds zoveel last van mijn rug. Maar goed. Eigenlijk was ik mijn dag maar aan het keto dieet begonnen 2 dagen geleden. Dus die taart is natuurlijk niet helemaal keto. Maar ja, ze hadden die taart gekocht en ook een beetje lullig om er dan niet van te eten natuurlijk. Dus morgen, of nou vanaf nu ga ik wel weer gewoon keto eten. Ik zit ook echt heel erg vol. Dus ik hoef de rest van de dag denk ik ook niet meer echt iets te eten. Dus ja, maar goed. Ik ga eventjes wachten. Want er wordt als het goed is een pakketje bezorgd van Naked. Ja, er komt opeens iemand aan de deur met een bos bloemen. Ik weet niet of dit voor mij is. Of voor Dagmar de vader. Want we huren het huis zeg maar van hem. Misschien is het over hem. Ik heb geen idee. Mijn naam staat er in ieder geval niet op. Ik moet eventjes wachten tot het pakketje van Naked wordt bezorgd. En dan ga ik richting mijn vader om Fiora pakketjes in te pakken. En dat eventjes op de post doen. Ik hoop dat het droog blijft. Want er stond dat het zo meteen zou gaan regenen. En ik vond het natuurlijk niet op de regen. In de regen op de scooter. Ik heb dit. Het is vandaag vrijdag. En misschien hoor je het wel of niet. Maar de buurman is weer piano aan het spelen. En wij gaan... Oh, ik moet hier eventjes goed ergens op neerzetten. Even kijken. Dit kan op zich wel. Wij gaan vandaag een weekendje weg met de meiden. Gaan naar een soort van landalhuisje richting Zeeland. Net op de grens van Zuid-Holland-Zeeland. Volgens mij zoiets was het. Maar Dagmar en ik zijn aan een keto dieet begonnen. Dus we gingen zelf onze boodschappen halen. Of zouden zelf onze boodschappen verzorgen. Omdat de dingen die wij gaan eten heeft de rest waarschijnlijk nul zin in. En ik kreeg in mijn vorige week vlog te horen dat mensen het leuk vonden als we boodschappen zouden laten zien. Dus ik dacht, ik laat het even zien. En dan leg ik het gelijk even in de koelkast. Maar we hebben spinazieblaadjes gehaald. En rucola. En dan hebben we eieren. Griekse yoghurt. Oh, we hadden nog avocado's. Ik heb ook weer avocado's gekocht. Ik heb eventjes tandenborstels meegenomen. Want als mensen hier blijven slapen, vergeet ze 9 van de 10 keer een tandenborstel. En ik dacht, dan kunnen we er gewoon eentje meenemen naar het weekendje weg. Hoeven niet. Nee, ik vind het gewoon vies om mijn eigen tandenborstel mee te nemen. Dan zit hij weer los in je tas. En dit zit gewoon in een pakketje. En dan kan ik het weer weggooien.
Dan cheese strings, want dit mogen we ook in het keto dieet. Het is natuurlijk niet dat je helemaal vol mag proppen met lekkere dingen. Maar bijvoorbeeld een frikandel kan, kaas kan. En soms heb je gewoon echt cravings naar iets lekkers. Dus dan kan je bijvoorbeeld gewoon een frikandel nemen of een kaasje. Dus die heb ik voor ons gehaald, want de rest gaat waarschijnlijk hele weekend alleen maar lekkere dingen eten. Dus ja, om mezelf een beetje te belonen. Ik heb zalm gehaald, ik heb ontbijtspek gehaald. Ik heb een blokjeskaas gehaald. Mozzarella voor in de salade. Vanavond of morgenavond gaan we hamburgers maken, maar dan zonder brood. Maar daarvoor heb ik cheddarkaas meegenomen. Dan heb ik noten meegenomen, want noten mogen ook. Ik heb amandelen meegenomen en walnoten. Snoeptomaatjes. Citroenen, want dat vinden we 's ochtends lekker met koud of warm water of zo. Dan heb ik spekjes gehaald, dat doen we ook wel eens door slaan. Oké, mijn camera is bijna leeg, ik moet even snel zijn. Bosbessen voor in de yoghurt. Avocado. Saanse mayo. Ik heb voor ons allebei een stukje zalm meegenomen om te bakken. Voor vanavond hamburgers dan. Ik heb ovenfrikandellen voor als we echt heel veel zin hebben in iets lekkers. En douchegel. Ik ga mijn camera nu even opladen. Want ik heb dus gisteren ook een nieuw pakketje van Naked binnengekregen. Die wil ik even laten zien. Dus kan ik dat laten zien als mijn camera is opgeladen. Oké, mijn camera is een beetje opgeladen. Ik heb ondertussen ook het hele huis schoongemaakt. Misschien vinden jullie dat ook wel leuk om te zien. Nou, hier staan nog dingetjes die mee moeten het weekendje weg. Maar wat eventjes niet in de koelkast hoeft. Ik heb alles wat meegaat het weekendje weg. Heb ik eventjes hier neergezet. Dat we gewoon weten van oké, dit moet allemaal mee. En hier hebben we nog wat losse dingetjes. Ook weer beefy worstjes voor als we trek krijgen en iets lekkers willen. Ja, keuken is lekker helemaal schoon. Dit moet straks nog eventjes weg en dit ook. Hij moet alleen nog eventjes gedweld worden. Maar ik dacht, dat doen we wel op het einde. Ja, al mijn spullen die meegaan liggen op het bed. Maar verder is mijn kamer ook redelijk opgeruimd. Lekker gestofzogen. Badkamertje weer lekker schoon. Ik heb toch maar de kamer ook even stofgezogen. Gestofzogen, ik weet niet hoe je dat zegt. En de woonkamer is ook weer lekker opgeruimd. Ik heb alle kaarten daar weggehaald. Hier stonden eerst alle kaarten die ik voor mijn verjaardag had gekregen. Maar na een tijdje ben ik er altijd zo klaar mee. Het ziet er zo rommelig uit. Dit ziet er echt heel leuk uit. Wijnkoelkastje. Ik laat de slingers nog wel eventjes hangen. Airfryer die gaat mee. Dus vandaar dat hij eventjes hier op tafel staat. Dit moet nog weg. Dat is de dag maar de tas die meegaat. En verder. Ja, ik heb de ramen even open gezet dat het eventjes lekker kan luchten. Want ja, we zijn hier natuurlijk niet tot en met maandag. Dus vind ik het wel lekker als het nog eventjes een beetje soort van kan doorluchten. En als we in een schoon huis thuis komen. Dat van mijn moeder vroeger ook altijd. Ik denk dat ik dat gewoon soort van mijn moeder heb overgenomen. Maar goed, ik heb weer allemaal leuke items van Naked gekregen. En ik heb ook een kortingscode voor jullie van 30%. Als jullie deze video zien, is op dinsdag. Vanaf die dag, de 23e, geldt ook deze kortingscode. Met de code 30FLEUR krijg je 30% korting. Echt mega veel. En ik heb heel veel leuke items, dus ik ga het even laten zien. Ik heb hier een stapje met alle items. En zoals je ziet was ik helemaal in de groene vibe toen ik dit bestelde. Maar ik heb natuurlijk dat groene Jacquemus mutje van Rosa van de week gekregen. En ik weet niet, ik vind het opeens zo'n leuke kleur. Maar goed. Ik heb als eerst een broek uitgezocht. Gewoon een hele simpele broek. Ik vind het wel echt een mooie zomerkleur. En het is een straight leg. Ik ga geen aanbeelden in deze video doen. Als je wilt zien hoe alles staat, moet je eventjes nu of zometeen na deze video. Moet je eventjes naar mijn Instagram gaan. Want de 23e dinsdag ga ik heel mijn story volgooien met hoe dit allemaal op mij staat. Dus dan kan je het daar goed zien. Want het is eigenlijk ook een samenwerking voor Instagram. Maar ik dacht misschien wel leuk om ook via deze rechte kortingscode met jullie te delen. Maar goed, deze broek dus in een maatje 36. Dan een groene broek. Maar ik denk dat deze echt veel te lang gaat zijn. Dus ik denk dat ik ga vragen of Tari deze wil hebben. Dat is de vriendin van Kees. Misschien dat zij hem ook leuk vindt. Maar het is een beetje, ja, pistersachtige kleurbroek. Ja, ik vond hem echt heel erg leuk. Het is dan ook weer helemaal recht. Maar het is ook maat 36. Maar hij is zo lang. Ik zeg maar, hij komt tot hier en dan zit hij bij mijn benen goed. Dus ja, dat is wel een beetje te lang. Dus misschien dat ik deze aan Tari ga geven. Maar als die echt heel mooi zit, laat ik hem misschien wel inkorten. Even kijken. Dan heb ik gewoon een heel basic colletje uitgekozen. Want ik vind het dus de laatste tijd heel erg leuk om bijvoorbeeld een colletje onder een t-shirtje te dragen. Maar dan wel als er nog lange mouwen aan zitten. En dat had ik niet. Dus ik heb gewoon een zwart colletje uitgekozen in een maatje XS.
niet een te groot colletje, want ik krijg altijd echt een heel dik hoofd ervan. Dus een klein colletje. En verder is het gewoon echt heel simpel. Zoals die. Dan heb ik een heel erg leuk jurkje uitgekozen. En ik heb zo'n soort jurkje al in het wit van de Zara. Nu zag ik deze bij Naked dus. Die heb ik in een maatje 34 uitgekozen. Ook weer in die groene kleur. En dit is echt precies dezelfde groene kleur als die bucket hat. Dus dat is echt heel erg leuk. Maar dat is dus dit jurkje. Een beetje met van die pofmouwtjes. En dan loopt die bij eruit. Zoals die. En dan als laatste heb ik nog een heel erg mooi pak. Als eerst deze pantalon. Hij is wel echt te lang. Maar goed, het is maat 34. Het is echt een hele mooie groene kleur. Gewoon een pantalon die helemaal weer wijd uitloopt. Op mijn Instagram zal je zo wel zien hoe dit precies bij mij staat en zo. En daarbij dus een bijpassende blazer. Die is ook weer oversized. Maatje 34 heb ik hier genomen. Ook weer in diezelfde kleur. Het is zeg maar echt een tweedelig pak. En ik vind hem echt super mooi. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. Met de code 30fleur krijg je dus 30% korting. Ook heb ik nog iets besteld. Ik wilde namelijk heel graag een broek van LA Sisters. Die grijze straight leg. Want ik heb de blauwe. Dat is echt mijn nieuwe lievelingsbroek. En zo heb ik nu dus ook in het grijs. Maar bij LA Sisters was de levertijd 2 tot 3 weken. En ik wilde hem eigenlijk voor vandaag hebben. Dus ik heb hem gisteren bij Yves Fashion besteld. Eergisteren. Woensdag, ja. Maar ik heb wel nog een kortingscode van LA Sisters. Hij werkt nog steeds. Met de code Fleur Nijbakker krijg je 10% korting. En volgende week komen er echt hele mooie pakken bij hun uit. Dus ik denk dat ik die met mijn eigen kortingscode ga bestellen. Er is ook nog een pakket onderweg. Echt al 4 weken voor een samenwerking van LA Sisters. Maar die is er nog steeds niet. Dus even afwachten, want daar zit ook een hele leuke broek in. Maar goed, ik heb nu deze besteld. In een maat S. Ja, die broeken, ik heb daar gewoon een S van. Maar dat is deze. Een straight leg. En dan met zo'n gerafelde onderkant heeft deze. Die andere is gewoon normaal, zeg maar. Maar ik vind het echt zulke fijne broeken. Ze zitten heel erg mooi. En ja, die andere is gewoon echt mijn nieuwe lievelings. Dus vandaar dat ik dacht van, ik wil deze ook heel graag hebben. En deze was €80. Dus dat waren eigenlijk alle pakketjes die ik heb binnengekregen. Ik heb mijn koffer net ondertussen ingepakt. Ik doe zo meteen onderweg doe ik dit shirt aan van LA Sisters. Met dus die broek. Ik zal het zo meteen wel laten zien. Hier heb ik een tasje met allemaal make-up. Hier zit, ik kan het wel even laten zien. Mijn steltang die gaat mee. Hier heb ik een make-up tasje met allemaal dingen voor mijn haar. Dus die haarvitamine, borstel, droog shampoo, heat protector, alles. En hier zit allemaal skincare in. Misschien ook wel leuk om te laten zien, want ik heb een paar nieuwe dingetjes. Die ik echt heel erg fijn vind werken. Even kijken. Nou, ik heb deze. Die heb ik al heel erg lang. Van AliExpress. Die gebruik ik ook nog steeds. Met mijn Fusty pillen. Dit is mijn dagcreme. Deze moisturizer van Clay & Glow. Dan als peeling gebruik ik deze van The Ordinary. Volgens mij gaan we zondag een soort van self-care dagje doen. Of nou, self-care. We gaan in ieder geval lekker de sauna in. Dus ik heb ook mijn badpak bij me. Maar ik dacht misschien zo'n peeling meenemen dan ook wel lekker. Dan heb ik deze van The Ordinary als gezichtsreiniger. Die gebruik ik 's ochtends en 's avonds met dit ding dan, zeg maar, om mijn gezicht schoon te maken. Ja, ik haal eerst altijd mijn make-up eraf met micellair reinigingswater. En dan ga ik met deze, zeg maar, eroverheen. Dan heb ik deze dus nieuw op aanraden van Keer. Dus tegen wallen. Die gebruik ik nu 2 dagen. Dus ik kan hier nog niet zoveel over zeggen. Maar Keer vindt hem wel fijn. Dus die neem ik mee. En dan nog deze heb ik al langer. Dus zeg maar om 's avonds op je gezicht te doen en 's ochtends. Dus dan doe ik mijn gezicht schoonmaken. Dan doe ik die op bij mijn wallen. Dan doe ik die op. En dan doe ik die moisturizer eroverheen. En verder nog mijn pil en mijn jadenroller. Dus dat zijn alle huidverzorgingsdingetjes die ik mee ga nemen. Dagmar die doet straks deze broek aan. Dagmar en ik hebben gewoon al onze kleding in 1 koffer gedaan. Omdat we waarschijnlijk toch alles gaan delen. Maar ik zal het wel even een klein beetje laten zien. Ik heb gewoon een sportlegging bij me voor overdag. Lekker chill. Ja, schone BH. Mijn Gooseberry badpak. Een zwarte Zara body. Dit is een hele mooie top van Naked Off Shoulder. Ja, ik heb nog 2 van deze dingetjes bij me. Wat ik onder een blazer kan doen eventueel. Dagmar heeft nog dit kanten topje bij haar. Een blazer van de Call of Rebel. Een jumpsuitje van de Zara. En hier nog een trui van Lovies. Dat is een beetje de kleding die we meenemen. Het is allemaal niet heel boeiend. En waarschijnlijk gaan we daar toch van elkaar lenen. Dus ja. En oh nee, ik heb ook nog een heel erg leuk topje. Die wil ik nog wel even laten zien.
Ik weet niet waar die is. Oh, en ik heb mijn boobtape meegenomen. Oh, dit is een heel erg leuk topje van Shein. Dit is gewoon zeg maar een zwart t-shirtje, maar zonder achterkant. Dus ja, die vind ik ook heel leuk. Die ga ik denk ik morgen of zo aantrekken. Ik weet niet wanneer. Maar goed. Dit zijn in ieder geval alle spullen die ik mee ga nemen. Het huis is helemaal schoon. Ik ga jullie nog eventjes terug in de oplader doen. Want ik moet ook niet vergeten mijn oplader mee te nemen. Maar ik ga jullie nog even terug in de oplader doen. Dat is echt helemaal is opgeladen. Goed. En dan ga ik even een TikTok filmen voor Olivia en... Oh nee, ik ga eerst mijn make-up doen. Dat heb ik nog niet gedaan. En dan ga ik eventjes een TikTok filmen voor Olivia en Kate. Dat had ik beloofd. Als extraatje voor de samenwerking om een TikTok te filmen. Dus dat ga ik even doen. En dan wachten totdat we gaan. Nou, we zitten. Jan! Jan onderweg. Oh, ik kan het niet zien. Maar heel de achterbank ligt vol met onze spullen. We gaan nu eventjes mijn huissleutel langs Miel brengen. Zodat als hij hier wil slapen, dat hij hier kan slapen. En Biba ophalen. Dus nichtje van Zoe. Die gaat ook mee. En dan gaan we naar Zeeland. Zeeland. Navigatie. Het is vandaag zaterdag. En wij zijn heerlijk wakker geworden. In ons landalhuisje. Ja, we zijn echt al een tijdje wakker. We waren echt al om 10 uur wakker of zo. Daar zit er Bibi besteden. Oh, nu zijn we onderdeel. Oh ja, dat weet ik nog. Ik zei vannacht, ik leg ze daarachter neer. Maar het is nu 1:15. We gaan even lekker lunchen. Kieran en ik gaan zo meteen wandelen buiten. Als je mee wilt, dag maar, mag je mee. Oh, nou, Kieran en ik gaan een stukje buiten wandelen. Want het is echt best wel mooi hier. Het is echt heel erg lekker weer. Dus we gaan een stukje wandelen. En ik weet niet wat we verder gaan doen. Volgens mij nog even flikken kijken. Lekker douchen. Maar we gaan eerst lekker lunchen. Ik heb ook lekker bifiworstje. Zo, die is heerlijk aan het stofzuigen mee. Want het zit soort van midden in een soort zandpark. Het ligt overal zand. Helemaal zand. Kijk, zo willen we het zien. Dag! Oh, ja, wat je net nog. Hoi. Adios. Doei. Doei. Even die vuilniszakken. Hoi. Weg ermee. Burekistje. Wodka, Bacardi. Die is weer verkeerd. Woe! Laatste. Kijk eens, keer. Hallo, mijn mooi. Alsjeblieft.